In de cursus Corporate Activist, dat ik bij HRD Academie geef, gaat het over het volgende. Als je vandaag de dag in organisaties en systemen aan fundamentele veranderingen wil doen, dan heb je niet genoeg meer aan de klassieke organisatieveranderingsstrategieën. Denk aan John Kotter, Deming, McKinsey, Morgan. We zijn ondertussen in de 21ste eeuw bezig een nieuw vakgebied aan het ontwikkelen. Dat is volop aan de gang. En dat is gebaseerd op andere aannames die uit vakgebieden komen, uit de randwetenschappen, social change theorie, maar ook filosofie, psychologie, neuropsychologie, geschiedenis. Kijk, als je aan veranderingen wilt doen in organisaties, dan heb je op 4 punten tegelijkertijd meesterschap nodig. Ten eerste moet je in staat zijn om met individuen te werken. En dan bedoel ik niet alleen te coachen, want het kan zijn dat je coachopleiding gevolgd hebt, dat is heel goed als basis. Maar je moet ook met individuen, je moet ze kunnen raken. En in de dialoog met hen ga je een verschil inbrengen, zodanig dat je samen aan organisatieontwikkeling doet. Op individueel vlak zeer bekwaam zijn in communicatie en beïnvloeding. Ten tweede, werken met groepen. Teamcoaching, maar niet in een silo. Maar samen met die groep aan organisatieontwikkeling doen, die veiligheid scheppen, maar ook dat bewustzijn scheppen, dat ze een deel zijn van de organisatie. Ten derde, uiteraard meesterschap over met systemen werken. Dansen met systemen. Maar dan niet door een rationele aanpak van change met projecten. Want dat werkt in heel veel gevallen niet. En ik heb mijn mosterd gehaald in de sociale bewegingen. Die organisatieontwikkeling zien als een spel van krachten. Als een beweging creëren in de organisatie samen met andere mensen. En daarin goed worden. Dat is een vakgebied. En ten vierde, jezelf. Want je eigen niveau van ontwikkeling, je bewustzijn van hoe dat wij in onze gehele bezig zijn, jezelf kennen, is natuurlijk ook een echte succesfactor. Het punt is dat de change professional vandaag de dag op die vier vlakken meesterschap moet hebben. Niet alleen individuele coaching of teams werken. Niet alleen met de systemen bezig zijn, ook weer met het andere. Op al die lagen tegelijkertijd aan ontwikkeling doen. Dat is de basis. Corporate Activist zijn 5 dagen waarin ik jou overlaat met denkkaders, methodes, ik ga ze demonstreren, tips en tricks, casussen, dat ik geleerd heb over successen, maar ook mislukkingen en daaruit leren. En we gaan samen dat vakgebied vormgeven. Ik luister naar jouw casus en ik ga jou ook coachen. En samen gaan we dat vakgebied verder ontwikkelen en toepassen in de volgende jaren.